Chat. It's gonna start now. See? In de 19e eeuw is er in Vlaanderen amper industrie. De meeste Vlamingen zijn afhankelijk van de landbouw. Wanneer in 1880 ook onze boerderijen door de landbouwcrisis getroffen worden, slaat de armoede genadeloos toe. In 1901 trekt journalist Auguste de Winne door arm Vlaanderen. Pijnlijke ellende. In elk van de twee kamers staat er een strooien bed met versleten vuile dekens die onder de stof zitten. Er is één raam zonder glas. Er is geen vuur. Buiten blaast een ijzige wind. De toiletten zonder deur, buiten in de open lucht, lekken braakrust op. In een achterkamer zijn drie kinderen aan het werk. Eén van hen antwoordt ontsteld op onze vragen. Wij zijn arme mensen. Wij werken tot 11 uur 's avonds om een beetje geld te verdienen voor moeder. Ze heeft er drie nodig. Veel Vlaamse landarbeiders en ambachtslui verliezen hun werk. Ook Achille DeClerck, een schrijnwerker uit het West-Vlaamse Houthuls, ziet nog weinig toekomst door de economische crisis. Velen trekken naar Wallonië of Frankrijk, maar Achille wil naar Amerika. Hij koopt in 1907 een ticket van de Red Star Line bij een agent in Klerken. Hij is een van de 50.000 Belgen die tussen 1900 en 1913 naar Amerika emigreren. Achille gaat naar Moline in Illinois om in de industrie te werken. Daar wonen veel Vlamingen. In Moline worden landbouwmachines geproduceerd. Hier verdient een fabrieksarbeider een veelvoud van wat hij in Vlaanderen gewend was. Na 4 jaar sparen keert Achille terug naar België om een vrouw te zoeken. In een cafeetje niet ver van zijn geboortedorp slaat de vonk over tussen Achille en Palmira, de dochter van de cafébaas. Ze trouwen en Palmira volgt hem naar een nieuw leven in de Verenigde Staten. Ook Duitsland gaat gebeurd onder de landbouwcrisis. Velen trekken weg uit de agrarische gebieden naar de fabrieksteden. Wie gehecht is aan het boerenleven, moet het veel verder gaan zoeken. Zoals Karl Wolf. Karl is 32 als hij in 1904 besluit Beieren te verlaten voor Amerika. Hij vestigt zich in Lancaster in de staat Pennsylvania. Bijna iedereen uit Karls geboortestreek trekt daar naartoe. Al snel komen 3 van Karls broers ook naar Lancaster. Karl trouwt in 1906 met Grace Hucker. Zij komt ook uit Beieren. Ook in Lancaster blijft Karl boeren. Zo kan hij het leven verder zetten waar hij zo van houdt. Meer nog, in Duitsland werkte Karl nog in de loondienst voor een andere boer. In Lancaster heeft hij zijn eigen boerderij. Oscar Falleur staat op het punt om België te verlaten. En er is haast bij. Als hij niet uit het land vertrekt, sluit de Belgische overheid hem weer op. Oscar Falleur is een van de leiders van de Union Verrier, de vakbond van de glasblazers van Charleroi. Hij is veroordeeld voor zijn aandeel in de staking van 1886. De economische crisis heeft sinds 1875 hard toegeslagen in de industriegebieden van Wallonië. Fabrieken worden gesloten en de miserie versmacht de arbeiders. Er heerst onrust. In maart 1886 loopt het uit de hand. Een woedende menigte bestormt de glasfabriek van Jomet en steekt ze in brand. Oscar wordt samen met de andere vakbondsleiders gearresteerd. Ze worden tot 20 jaar dwangarbeid veroordeeld. Iets wat voor veel afschuwing zorgt bij hun achterban. Na 2 jaar opsluiting komt Oscar vrij.
voorwaarde dat hij weggaat. In 1890 neemt Valeur het schip naar Amerika. Maar zijn reputatie maakt dat hij bij aankomst in Amerika wordt tegengehouden. De Amerikaanse vangbonden waar Valeur al jaren goede banden mee had, schieten hem te hulp. Hij mag verder en vestigt zich in Pennsylvania, waar al veel glasblazers uit Wallonië wonen. Ook hier wordt hij voortrekker van de lokale vakbond. De Shtetl Krasny, een Joods dorpje in Rusland, op een vroege ochtend in 1919. De 9-jarige Basha Cohen vertrekt samen met haar moeder, broer en zussen naar hun vader Baruch in Amerika. Ze hebben hem al 6 jaar niet meer gezien. Voor zijn vertrek uit Rusland was hij boer. Zoals de meeste Joodse boeren had hij weinig land met schrale grond. Nadat in 1913 een zware sneeuwstorm zijn hele oogst had vernietigd, raakte hij diep in de schulden. Hij ging naar de Verenigde Staten om die af te lossen en daarna terug te keren. Voor de Eerste Wereldoorlog mochten Russische Joden enkel wonen in een vestigingsgebied in het westen van het Tsarenrijk. Er heerste grote armoede. Anti-Joodse wetten maakten hun leven onmogelijk. Bij de gewone Russen werd de Jodenhaat steeds fout. Die kon uitmonden in bloedige gewelduitbarstingen, de zogenaamde pogroms. De autoriteiten lieten begaan. Baruch Cohen is nog steeds in Amerika wanneer de Eerste Wereldoorlog uitbreekt. Die wordt meteen gevolgd door de Oekraïnse onafhankelijkheidsoorlog. Hij kan niet terugkeren. Basha's moeder moet haar gezin alleen door de oorlog zien te helpen. Het dorp van Basha lijdt zwaar onder de passerende levens. Vaak hebben zij het op de Joodse bevolking gemunt. Basha en haar familie beleven zeer bange jaren. Toen het Rode Leger soldaten begon te recruteren, hadden wij geen idee wat er te gebeuren stond, maar dat werd snel duidelijk. Toen massaal veel soldaten te paard optrokken en ons met hun zweep op onze benen sloegen wanneer we buiten waren. Wij konden niet langer in onze schuilplaats blijven. En moeder besloot om ons te gaan verbergen bij onze buren, een oude man en zijn dochter. Pas in 1919 keert langzaam de rust weer in het dorp van de Cohens. Basha's moeder heeft er genoeg van. Haar man moet niet meer terugkeren. Ze beslist om met haar kinderen naar hem te gaan, in Amerika. Ze nemen afscheid van hun familie en vrienden en vertrekken om nooit meer terug te komen. Na een reis van 2 jaar komen de Cohens in 1921 eindelijk aan op Ellis Island. Op dat moment loopt de massale migratie uit Europa sterk terug. De Verenigde Staten laten steeds minder mensen toe en het wordt steeds lastiger om uit Europa weg te geraken. De crisis van de jaren 30 maakt een definitief einde aan de migratie naar Amerika. Vanuit Antwerpen vertrekken nog wel Joden die op de vlucht zijn voor het opkomende nazisme. Wanneer de Red Star Line er in 1934 niet ophoudt, zijn zo'n 2 miljoen landverhuizers ingescheept op de Rijnkade van Antwerpen. 2 miljoen reden om alles achter te laten. 2 miljoen mensen die Antwerpen aan de horizon zien verdwijnen en zich afvragen of ze de juiste beslissing hebben genomen. En de volkeren waren nog sterk. En de opkomst van de industrie zet traditionele levenswijze op het platteland onder druk. Vele trekken naar de verbleven Vlaamse landarbeiders en ambachtslui verliezen hun werk. Ook Achille DeClerck, een schrijnwerker uit het West-Vlaamse Houthulst, ziet nog weinig toekomst door de economische crisis. Velen trekken naar Wallonië of Frankrijk, maar Achille wil naar Amerika. Hij koopt in 1907 een ticket van de Red Star Line bij een agent in Klerken. Hij is een van de 50.000 Belgen die tussen 1900 en 1913 naar Amerika emigreren. Achille gaat naar Moline in Illinois om in de industrie te werken. Daar wonen veel Vlamingen. In Moline worden landbouwmachines geproduceerd. Hier verdient een fabrieksarbeider een veelvoud van wat hij in Vlaanderen gewend was.
Na 4 jaar sparen keert Achim terug naar België om een vrouw te zoeken. In een cafeetje niet ver van zijn geboortedorp slaat de vonk over tussen Achim en Palmira, de dochter van de cafébaas. Ze trouwen en Palmira volgt hen naar een nieuw leven in de Verenigde Staten. Schrijnmakers uit het West-Vlaamse houthuis zien weinig toekomst door de economische crisis.